Want wij hoorden berichten, de N18, in 2018 zou die klaar zijn. Ja, dat rijmt eigenlijk nog wel best mooi. Ja, de N18 is in 2018 klaar, de tweede helft. Nee, in het DBFM-contract worden wij geprikkeld om ook echt op tijd op te leveren. Anders betalen wij extra rente aan de bank. Nou, ik kan u verzekeren, daar worden wij niet blij van en daar wordt de omgeving ook niet blij van. Dus wij zijn op tijd klaar. En Norbert komt zijn afspraken na en daar willen wij voor staan. En wij begrijpen dat het veel impact heeft voor de lokale regio. En daar hebben wij ook begrip voor en daar willen wij zo goed mogelijk met een luisterend oor naar luisteren. En wat in onze mogelijkheid ligt, kunnen wij ook kunnen we misschien iets in betekenen. Wel gezegd hebbende dat het tracé zoals er ligt is besloten, dat is onherroepelijk, daar kunnen we niks meer aan veranderen. Nee, wij zijn nu nog volop aan het ontwerpen en wij zullen ons houden aan de afspraken conform het tracébesluit. Dat is voor ons leidend, dat is ons contract met Rijkswaterstaat. In de tussentijd zijn wij aan het ontwerpen en moeten heel veel keuzes nog gemaakt worden over hoe exact, precies, gedetailleerd de N18 eruit komt te zien. Oké, wat nog heel belangrijk is voor de Norber, mag ik bij de buurman aan het werk? Wij zullen inderdaad met lokale onderaannemers en leveranciers gaan werken. Hoeveel dat precies in omzet is, in aantallen, wij zijn nu druk bezig met de inkoop, daar wil ik nu nog niks over zeggen. Maar de belofte als Norber is dat de lokale mensen ook wel een beetje aan de bak komen? Zeker, dat is de belofte, ja.